bal kwam de ring in en wou een high kick geven. Hoe kijk je daarna? Ontolereerbaar. Nieuws. En je gaat eigenlijk naar een toernooi waarvan je de uitkomst al weet. Rico gaat hem pakken natuurlijk. Nou, dat weet je niet. Kijk, Rico is qua conditie denk ik wel de beste, ja. Alles of niets. En je kan met één klap kan het over zijn. En dan is het klaar. En dan ben je geldbedrag kwijt, hè? Rico die speelt vaak een tactisch spel om aan de top te blijven. Mensen noemen dat saai. Begrijp je dat? Kijk, veel mensen denken dat boksen en thaiboksen een krachtspelletje is. Maar het heeft niet altijd met kracht te maken. Het is vooral een hele mentale denksport. Tactisch met jouw tegenstander omgaan als een of andere wilde op je afkomt. Blijf lekker op afstand, lekker tikken. Je eigen game, stick to the plan. En dat doet Rico. Hij is een complete kickboxer. Hij heeft de kracht, hij heeft de snelheid, hij is explosiviteit. Conditioneel is het gewoon een machine. En zo tikt hij ook alle tegenstanders op een gegeven moment eruit. Ik vind het ook niet het allerleukste om naar te kijken. Ik heb heel veel respect voor Rico en ik vind hem ook echt een super atleet en super goed voor de sport. Maar ja, het is niet iemand waarvan je heel gelukkig wordt om naar te kijken qua stijl natuurlijk. En, maar ja, hij heeft gelijk. Waarom zou je schade oplopen als je het gewoon lekker weg kan tikken? En hij doet het hartstikke goed. Dus ik wil er ook niet te negatief over zijn. Dat is ook wel een manier om aan de top te blijven. Ja, dat is een manier om aan de top te blijven. Kijk, als je gaat roeien, dan laat je natuurlijk gaten vallen. Kijk, hij is geen knock-out vechter of wat dan ook. Hij doet meer op punten, maar hij heeft goede conditie. Hij knalt altijd. Maar misschien gaat hij vandaag wel eentje geven. Ja, Rico heeft al zo vaak gewonnen. Kan jij hem niet even afleiden vanavond met jouw blik? Nee, dat kan niet. Maar hij heeft een hele mooie vriendin. Wat tevens ook een vriendin voor mij is. Hij heeft mij getraind een aantal keer. Dus nee. En het is ook niet mijn type hoor, Rico. Nee. Waar val je op dan? Nou, waar ik op val, het mag wel wat spannender. Nog groter. Nog groter? Ja, nog groter. Ja. Hou jij wel van vechtpartijtje? Ja, ik hou wel van vechtpartijtjes, ja. Kijk maar eens. Want? Grapje. Nee, ja, wij zijn niet, hoe zeg je dat? Wij zijn niet voor de poes. Ik vind het al heel wat dat ik hier ben. Ik zat net in mijn onesie op de bank. Lekker, rustig. Belt zij, ga je mee? Nu kun je ze van dichtbij bekijken. Wie kan dat nou? Zit allemaal, die tickets zijn hartstikke duur. Nee, we zitten zesde rij. Zo dichtbij zitten is dat niet. Nou. Kun je wat regelen? Ik kan wel wat regelen als ik met jou mee naar huis mag vanavond. Doe jij eens even normaal. Wil jij een klap van haar? Want zij is... Kom maar op, kom maar op. Kom maar. Oh ja, ja. Wie ben jij dan? Ik ben daar een andere letter. Schandalig dit. Kun jij niet even wat regelen voor die mooie dag? Nee. Hey, Najib, ik hoor alleen maar love over Rico. Kun jij niet even een slechte grap bedenken? Nee, wat moet ik zeggen over Rico? Ik bedoel, ik ken hem al sinds hij 16, 17 was. Kwam hij naar mijn shows. En ik kom nu naar zijn shows. Dus ja, dus ik hoop dat het een goede show gaat geven. Jij bent wel een beetje trots op hem? Ik ben absoluut trots op hem, ja. Rico, gefeliciteerd. Ben jij nou zo goed of zijn jouw tegenstanders nou zo slecht? Oh, ik weet niet man. Tegenstanders zijn top. Dus dat vind ik in ieder geval. En ik hoop dat de mensen genoten hebben. Drie keer achter elkaar vechten. Was dat moeilijk voor je? Ja, niet wel verschrikkelijk moeilijk. Het is gewoon zwaar. Het haalt gewoon alles uit je lichaam. Je hebt het altijd over respect in de sport. Dat was vandaag wel even anders. Want Jamal kwam de ring in en wou een high kick geven. Hoe kijk je daarna? Ontolereerbaar. Te bizar voor woorden. We zijn een voorbeeld voor de nieuwe generatie, voor de jeugd. Dan kan je dit soort dingen gewoon niet laten zien. Kijk, het enige kan je zeggen, oké, maar Rick, jij moet er ook niet op reageren. Dat klopt, alleen... Ik laat niet het kaas van mijn brood eten. Dus dat laten we ook zien. Alleen wel op een normale manier. Van weet je, doe gewoon normaal. Dat is hoe we het aanpakken. We gaan niet schoppen, we gaan niet slaan. Dus, Wat voor idee zit erachter dan? Wil hij graag tegen jou vechten? Ik heb geen idee, man. Ik denk vooral frustratie. Levi die gaf jou een flinke beuk. Dacht je, het is nu afgelopen? Nou, teleurgesteld in mezelf. Dus zonde. Maar gelukkig kunnen we opstaan, kunnen we herstellen. Met zoiets kan gewoon zo'n wedstrijd beslist worden. Dus daar moet je gewoon echt op letten. Ja, dat is voor jou geen teken van dit zou wel eens de andere kant op kunnen gaan? Nou ja, weet je, je kan verrast worden. Maar ik wist dat hij moe was. Dus na dat moment kon er niet heel veel komen. Er kwam wel wat natuurlijk. Maar ja, gelukkig kunnen we wel wat incasseren. Wie is voor jou nog interessant om tegen te vechten? We gaan het zien, weet je. Laten we
Glory bepaalt tegen wie ik vecht. Dus voor de rest laat het rustig op ons afkomen. En nu vooral lekker genieten van deze overwinning. Heb jij nou een burenruzie die helemaal uit de hand loopt? Of heb jij een bijzondere hobby? Laat het ons weten op redactie@poont.tv. En misschien komen we wel bij jou langs. En vergeet ook niet even te abonneren.